De stichting Solar bedankt voor de eer om op te treden als organisatie om sportverenigingen in Tiel te voorzien van zonnepanelen. De gemeente Tiel was van mening dat door dit onder te brengen in een stichting, de kennis en de onafhankelijke beoordeling op financieel gebied juist gewaarborgd zou worden. Tijdens de raadsvergadering van 20 april werd er door de fracties van GroenLinks, PvdA en ProTiel echter een amendement ingediend, waaruit volgens de stichting bleek dat men de ervaring en kennis van de stichting in twijfel trok. De stichting Solar, waar onder andere een notaris, jurist en accountant in vertegenwoordigd is, neemt dan ook uitdrukkelijk afstand van en herkende zich niet in dit beeld. Immers, de indieners van het amendement hebben nog nooit contact met ons gehad over onze competenties, mogelijkheden en ervaringen in het kader van dit initiatief, zo lieten zij weten. Het was juist de gemeente Tiel die ons benaderd heeft om dit initiatief te ontplooien en verzocht heeft een plan van aanpak te schrijven, zo stellen zij. Gehoord de beraadslagingen van 20 april jongstleden van de gemeenteraad van Tiel met betrekking tot agenda punt 9, steun aan Stichting Solar Tiel, willen wij daarom onze medewerking niet langer verlenen aan dit initiatief van de gemeente Tiel, zo stellen zij in een verklaring. Met name het standpunt van de Tielse GroenLinks-fractie, die met 1 zetel vertegenwoordigd is in de Tielse raad, is opvallend. Juist deze partij zou dit groene burgerinitiatief moeten steunen, zo vindt voorzitter Spee van de stichting. Welk belang er mee gediend wordt, is mij compleet onduidelijk. In ieder geval niet die van de Tielse sportclubs, zo liet hij weten. Het beeld, en daar raak ik een beetje gefrustreerd van, wordt nu geschetst alsof PvdA en wij tegen een burgerinitiatief zijn en tegen het hele voorstel zijn. Dat zijn wij niet. Wij zijn alleen, mag ik even afmaken, tegen het overdragen van een wettelijke bevoegdheid. Waar hebben we het over, mensen?